de vooravond van de bijzondere conferentie die in Rome wordt gehouden. Met de voorzitters van alle bisschoppenconferenties. Ook een groot aantal oversten van religieuze orders en congregaties. Deskundigen. En ook slachtoffers die getuigenis geven. Want de paus wil met ons spreken over het grote probleem van seksueel misbruik van minderjarigen in de kerk. En morgen is er een driedaagse die dan begint met een gezamenlijke vergadering. De paus is zeer uitgesproken dat hij het misbruik als probleem onder ogen wil zien. Maar hij is ook weer tegelijkertijd heel bescheiden over wat deze conferentie moet opbrengen. Drie belangrijke dingen zijn voor hem aan de orde. Dat alle bisschoppen wereldwijd en religieuze het probleem van seksueel misbruik van minderjarigen ook erkennen en ook onderkennen. Ten tweede dat ze ook het commitment hebben om daar aan te werken. Zowel de aanpak ervan als de preventie ervan. En ze willen ook de dingen aanreiken aan regels en wetgeving die daarvoor nodig zijn. Zodat de bisschoppen ook naar huis teruggaan met voldoende kennis. En ten derde is de paus zeer gebrand op het feit dat we ook samen bidden. Bidden en bezinning om ook ons te verootmoedigen. En op die manier ook met God in verbondenheid te vragen om vergeving. Sinds het Tweede Vaticaans Concilie zijn natuurlijk om de zoveel jaar bisschoppensynodes met een paar honderd bisschoppen uit de hele wereld. Om op die manier de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de kerk tot uitdrukking te brengen. Hele bijzondere thema's ook. Maar nu is het eigenlijk maar drie dagen, een kleine conferentie. Maar de paus wil dat misbruik van minderjarigen in de kerk ook in gezamenlijkheid bespreken. Hij kan niet alleen deze stap zetten, kan niet alleen in de hele wereld een keer brengen, maar kan wel met alle bisschoppenconferenties en met religieuze orders en congregaties samen spreken over het grote probleem van seksueel misbruik. Aan de ene kant zullen er presentaties zijn uit verschillende werelddelen van deskundigen. Ook deskundigen uit Rome doen daaraan mee, onder andere Monsieur Cicluna en Pater Zollner, de jezuïet die hier in Rome ook de leiding heeft over deze drie dagen. Daarnaast zullen er ook momenten zijn om samen met elkaar te kunnen praten. Ik vermoed in taalgroepen dat we dan kunnen uitwisselen over wat in het eigen land, in onze eigen conferentie, over en weer gebeurt als het gaat om de aanpak en de oriëntatie op seksueel misbruik van minderjarigen. Om daar enerzijds serieus over te spreken, maar ook met elkaar te delen wat we aan maatregelen hebben genomen en wat we aan preventie hebben georganiseerd. Het is zo dat we ook gevraagd worden inderdaad om onze eigen inbreng in die groepsgesprekken. En dan wil ik graag ook vertellen van hetgeen we ondernomen hebben met de religieuze samen aan wetenschappelijk onafhankelijk onderzoek door de heer Deetman. En vervolgens ook hoe op basis van zijn adviezen de hele klachtenprocedure is gestart. Tot en met de afronding met de rapportage in 2017 wil ik graag die rapportage, de bevindingen en onze ondervindingen ook met een onafhankelijk meldpunt ook graag bespreken met de bisschoppen die hier aanwezig zijn. We hebben in de afgelopen jaren ondervonden dat met een zorgvuldige klachtenprocedure veel slachtoffers ook het woord hebben genomen en naar ons toegekomen zijn. We hebben ze ook ontmoet en we willen ook op grond daarvan, en het is inmiddels ook van de grond gekomen, een duidelijke preventie hebben in onze kerkprovincie. In de bisdommen en bij de religieuzen. Dus een gedragscode voor mensen die werken als professional of vrijwilliger. Maar daarnaast ook een hele belangrijke vraag om een VOG te laten zien. Ten derde ook een vrijwaring. Als je van buiten een bisdom of een congregatie komt om dan te vertellen dat iemand geen risicofactor is en zich niet schuldig heeft gemaakt aan misbruik. En ten vierde hebben we opnieuw een onafhankelijk meldpunt ingesteld waar mensen met actuele klachten terecht kunnen. En dat zijn vier pijlers van de preventie die hard nodig zijn om ook voor de toekomst het misbruik in de kerk van minderjarigen zo goed mogelijk tegen te gaan. In de afgelopen tijd, in de hele procedure van het ontmoeten van slachtoffers bij de onafhankelijke klachtencommissie, hebben we meerdere keren de gelegenheid gehad om ook slachtoffers echt te ontmoeten en ook met hen te spreken en hun verhaal te doen. En dat betekent ook, als je dat ziet, wat veel moed daarvoor nodig is om dan ook met je verhaal te komen. Dus er zijn directe ontmoetingen geweest. En deze mensen zal ik ook zeker in mijn hart meedragen nu we hier zijn. We spreken concreet over mensen. Niet over anonieme problemen, niet over abstracte dingen. We spreken over seksueel misbruik van mensen van de kerk ten opzichte van minderjarigen. En dat is heel belangrijk om hier samen te bespreken. En dan is deze conferentie de eerste stap. En Pater Zollner, die de leiding heeft over deze dagen, heeft toch gezegd dat er zeker nog vervolgstappen kunnen komen en zullen komen om verder ook in de wereldwijde kerk tot maatregelen te komen die met elkaar zijn afgestemd.